Bamako, januari 2012. Ik ben op bezoek bij Sega CDB, djembe virtuoos. Ik ben hier in Mali om opnames te maken van zijn djembe muziek. Traditionele Malinese volksmuziek die het verdient om door een breder publiek beluisterd te worden. Ik ben Rutger van der Ree en ik ben muzikant. Ik beheer een muziekstudio in Amsterdam waar ik lesgeef in djembe en workshops. Daarnaast werk ik veel op scholen. En soms heb ik het genoegen om op te treden met Sega. Zoals vorig jaar tijdens het AMP Percussiefestival in Rijnmond. Ik ken Sega nu 25 jaar. Ik ken hem als djembe virtuoos, als grootmeester in het damme, als humorist, maar vooral als mijn djembe guru. Hij speelt met een verraderlijke timing, bijzondere technieken en hij heeft een enorme vocabulaire. Hij is dan ook de beste djembe-speler van de wereld. In maart komt Sega weer bij mij op bezoek voor het geven van workshops en optredens. Dit keer voor de 15e keer. En dat wil ik gaan vieren. Dat wil ik vieren met een cd-presentatie. Met Sega en met jou. We hebben een fantastische cd gemaakt. Maar die moet geperst en gepresenteerd worden. En dat lukt niet zonder jouw hulp. Met je donatie help je niet alleen mij, maar ook Sega, zijn familie en de andere muzikanten. Natuurlijk krijg je er ook iets voor terug. Een kopje thee drinken met Sega. Een potje dammen met de grootmeester. De dubbel cd. Of een heus VIP-arrangement voor tijdens de cd-presentatie. En natuurlijk mijn eeuwige dank. Help je mee? Ik hoop het van harte.